Dank u wel, voorzitter. Ik kom nog één keer terug op die onteigening. Dat moet je inderdaad vermijden. Maar als de Natuurbeschermingswet een basis biedt, dan heeft hij nog steeds 2035 als doelstelling daar staan. Dus dat wordt al lastig. Dan moet je het Arias-model gebruiken. Maar volgens de commissie Hordijk is het Arias-model, kan dat geen basis zijn voor individuele vergunningverlening. Dus laat staan dat je de vergunningen op basis daarvan kunt intrekken. TNO zegt ook, de onzekerheidsmarge moet 100 keer hoger liggen. Nou ja, en bij de uitkoop van de Nertsen hebben we 5 jaar lang lange processen gehad. En daar was nog een heel duidelijke link wat je wilde verbieden, namelijk die Nertsen, wat je er verder ook van vindt. En hier is het een veel diffuser begrip. Dus is die juridische weg van die uitkoop van die 500 tot 600 piekbelasters, waaronder veel agrarische bedrijven, wel een begaanbare weg en zeker in de tijd van een jaar? Ik heb zojuist al gezegd, het kabinet zal aan die juridische onderbouwing ook zeker nog veel aandacht moeten geven. Want ik zie een aantal problemen waar de Omtzigt op doelt, zie ik ook wel. En als het gaat om het model. Kijk, ik bedoel het Arias-model. Ja, ik zit een beetje zo in die wedstrijd. Modellen zijn geweldig. Er zijn wel een paar essentiële voorwaarden bij. A, moeten de data precies kloppen, anders is de uitkomst. En B, modellen zijn altijd een nabootsing van de werkelijkheid, maar zijn nooit, en dat weet de heer Omtzigt nog beter als ik dat weet, zijn nooit een exacte getrouwe afspiegeling van de werkelijkheid. En bij modellen hoort dus altijd een dosis gezond verstand. Ik ben in dit verband, als ik mij dat goed herinner, hebben modelmatige berekeningen, ook op grond van een aantal data, aangegeven dat op Vlieland een geweldige stikstofopgave ligt. Dat is dan waarschijnlijk stikstof die uit zee komt. Want bij mijn weten is er op Vlieland niet echt ruimhartige veehouderijactiviteit. En weinig uitstoot van ammoniak. Dus even ter illustratie. En dat is ook de reden waarom in het rapport staat dat we vooral dit niet op een millimeterachtige wijze moeten benaderen, want dan schiet je de fout in. En dat de zaak, dat het kabinet bij de vormgeving en verdere uitwerking van het beleid een stevige juridische onderbouwing, en dat mag u denk ik ook als Kamer vragen van het kabinet, moet zorg dragen, daar heeft de heer Omtzigt groot gelijk aan. En het is nu zo dat bij elk individueel geval moet je precies beargumenteren. Daar toetst de rechter op en de inschatting die de heer Omtzigt vraagt, het kan wel, maar inderdaad is het moeilijker om dat precies aan te tonen. Dank u wel.